Joint Radio, de laatste van dit seizoen. Dus we sluiten af met een Joint Politics. Mijn naam is 9G Music. Anaïs, aan jou het woord. Goedemiddag. Nou, daar zijn we dan weer. En ik zeg iedere keer dat we heel mooie gasten hebben. En de gasten van vandaag zijn ook echt gasten die vooral op Twitter en Facebook enorm gewaardeerd zijn. Ik krijg ook veel DM's erover. En men kent deze mensen van de Twitter. Vindt hun stellingen bijzonder goed. Dus het is heel leuk om deze gasten nu bij ons in het midden te hebben als gast. Ik ga even wat korts mededelen over de gasten die we hebben per stuk. Ik begin Marjan Boelsma. Goedemiddag en welkom. Fijn dat je er bent. Marjan Boelsma is medewerker, medeoprichter van het voorzitter Asania-comité. In 1994 was zij VN-waarnemer, eerste algemene verkiezingen in Zuid-Afrika. Bescherm vrouwen Umtapo. Radar, Stichting Welzijn Antillianen Arubanen, onderscheiden met de Steve Biko International Peace Award. En dit is nog niet alles, hè Marjan? Niet of dat. Ik ben werkzaam geweest in mijn werkzame leven in de GGZ. Dat ook nog. Ja, in de kinder- en jeugdpsychiatrie en Nou, dat is een hele mond vol, hè? Dat zijn heel veel. Nou, Marjan, fijn dat je er bent. Dank ik ga jou. Even door met de volgende gasten. De volgende gast is een gast die hebben wij... Hij is zelf vandaag 5 jaar terug in de uitzending gehad. Ja. En dat is Neil Lachman. Part of Dutch Translation Team of the Full Mueller Report and Political Context. Out in 8-15-19. Road 50 plus Psychological Analyst. Ja, ik wil Engels proberen te spreken, maar het gaat op zo'n Amerikaans, dus ik ga proberen op zijn Engels te... Analyses on Islamophobia, Fascism and Cognitive Therapy. Sorry, het lukt niet op zijn Engels, maar goed, wel een beetje slang, maar... Ja. Vertel er eens wat over. Ja, dus ik ben nu druk bezig met de Mueller Report. Ja. Dat is heel belangrijk. Er is 2 jaar lang aan gewerkt. En dat wordt alleen maar belangrijker in de komende jaren. Wereldwijd. Niet alleen voor Amerika. En krijgen we nog opzienbarende dingen te horen te zien? Ja, ik denk het wel. Want veel mensen hebben erover gehoord, maar weten niet de specifieke zaken ervan. En als je dat eigenlijk allemaal op een rijtje hebt, dan zie je dat er echt daadwerkelijk... heel veel invloed is van Rusland. En dat is ook dus in Nederland het geval. En in Engeland en andere landen. Vooral ook het manipuleren van nieuws. Ja, onder andere. Ja. En het ondersteunen financieel en daadkrachtig van allerlei politieke bewegingen en initiatieven. Ja, politiek. Door Rusland, hè. Nu ga ik toch aan een bepaalde kant denken. Ja, ja. We spelen piano. Ja, mooi. Ja. Nee, nou. Dan heb je het over dus die ultrarechtse kampen. Ja. Maar ook de referendum, maar ook Brexit enzovoorts. Dat ook. Nou, very welcome over here. Thank you so very much Thank for you, being man. Over here. En dan ga ik lekker over aan senor Oke Ornstein. Nee, ik hou het op zijn Nederlands. Want je ziet het met Engels. Ik wil netjes Engels spreken, maar dat lukt mij niet meer. Oke Ornstein, welkom. Fijn dat je er ook bent. Al voor de 5e keer, geloof ik. Ik weet het echt niet. Ja, maar het is al niet meer te tellen hoe vaak die gast hier is. We durven niet meer. Journalist, shot at in Syria, prison in Panama, the Balkan with refugees, press freedom advocate, lived in Panama, worked for... NTR, Newsmax en Al Jazeera, pre-Europa winnaar. Nog wat aan toe te voegen? Nou, geen winnaar hoor. Was oh, nee? Genomineerd. Nee, was genomineerd. Nee. Nog niet. Had nou ja gezegd. We vinden jou een winnaar. Prijzen toe-eigenen. Nee, ik was genomineerd voor de pre-Europa. Dat is een radiodocumentaire prijs. Met een documentaire die ging over Indianen in Panama. En die
werden onder water gezet, die Indianen, door een stuwdam die naast hun dorp gebouwd werd. En dat werd gefinancierd met Nederlands geld. Daar ging dat over. Ja. En iedereen was het erover eens in Berlijn, want daar was dat festival. Dat het een heel belangrijk onderwerp was, maar niet zo belangrijk dat ze mij ook meteen die prijs gaven. Dus dat was wel jammer. Ja, dat zijn ook maar netjes, hè? Die mag je wel laten verzuipen natuurlijk. Nou ja, degene die gewonnen had, was ook wel echt een hele goede documentaire. Ja? Hoor. Dus ik stond de prijs graag af. Oké. Kunnen we wel leven. That's fair. Goed, dan gaan we gelijk maar door met Zuid-Amerika. Amazone is van Brazilië en niet van u. Dat is mijn eerste antwoord. Akkoord? Hoort u de toon van de dictator tegen de pers? Zou je dit een golfbeweging in de geschiedenis kunnen noemen? Na vrijheid in Brazilië weer terug bij dictatorschap. Wie dat gezegd heeft, dat is Bolsonaro. En dat is de president van Brazilië. En die stond de pers. Hij kwam dus binnen op een conferentie. En dit was het eerste wat hij zei. Maar vooral ook dat woordje erachter. Oké. Goed. Nou, ik geef ook het eerste woord. Oh, oké. Nou ja, het is wel een golfbeweging, want het was ooit een dictatuur. Een hele smerige militaire dictatuur. En nu is het dat niet, maar het gaat natuurlijk wel een beetje die kant uit weer. Kijk, Bolsonaro is gewoon gekozen door Brazilianen die een beetje van het pad af waren, denk ik. Ja. Er zijn allerlei redenen voor waarom dat gebeurd is. Daar hoeven we nou niet helemaal op in te gaan, maar dat je steeds ziet dat totalitaire terugkomt, dat is wel goed. En dat is dus bij veel Zuid-Amerikaanse landen. Nou ja, kijk, het was natuurlijk ook zo dat achter de brede rug van Hugo Chavez in Venezuela op een gegeven moment in heel Latijns-Amerika al die linkse regeringen opstonden. Dus daar werd Rafael Correa gekozen en hoe heet hij in Bolivia? Morales. Evo Morales. En in Brazilië was dat Lula. En maar ja, dat ging in een aantal landen goed. Zoals bij in Bolivia gaat dat eigenlijk heel goed. En in een aantal landen ging dat ook niet zo goed. Want ja, Brazilië is om te beginnen een enorm land. En wordt al heel lang geplaagd door corruptie. En dat is iets, ja, of het nou links- of rechtse regering is die daar zit, dat is een soort kanker. Dat vreet al die groepen aan. In principe, het is een auto. De chauffeur verandert, maar de auto blijft doorrijden. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En je ziet nou wel ook dat achter de brede rug dit keer, of de brede buik moet je misschien zeggen, van Donald Trump, dat daarachter allerlei figuren opstaan die zich naar zijn evenbeeld positioneren. Daar is Bolsonaro wel een goed voorbeeld van, denk ik. En die de States, die heeft natuurlijk heel veel belang erbij dat dit soort regimes aan de macht komen. Ja, wil jij er wat over wil zeggen? Ja, ik denk dat Amerika natuurlijk al heel lang daar invloed heeft en dat wil behouden door hun economische belangen en door de olie die daar gevonden wordt. Dus het is niet zo dat het iets nieuws is, denk ik. Nee. Het is een voortdurend proces en dan wordt het weer even losgelaten of dan komen de mensen toch in opstand en dan wordt het toch weer kapot gemaakt. En ja, je ziet toch wel dat onder Chavez voor de armen, want daar gaan die mensen hebben het meest of minst te verliezen en nog wat te winnen. De meeste lijden. Ja, en die hebben natuurlijk toch wel een aantal dingen beter gekregen. Zoals die in Brazilië natuurlijk ook met Lula. En zo ook in een aantal andere lijden. Met Lugo in Paraguay. Ja, ja. Dus, maar dat wordt niet lang getolereerd. Dat zie je dus elke keer weer. Eigenlijk is het een soort een herhaling van wat er natuurlijk in Chili gebeurd is. In de jaren 70 met een boek waarin men dacht ook volgens parlementaire weg een betere Chili te krijgen. Op een socialistische leefstijl geschoeid. Maar het is ook kapot gemaakt, want dat ging ten koste van andermans belangen. Die veel sterker waren. Is het misschien ook niet zo, ik kom zo bij jou en Neil. Okay. Is het misschien ook niet zo dat Bolivia minder aantrekkelijk is omdat het bepaalde grondstoffen niet heeft en daardoor makkelijker losgelaten wordt? Nee, want het heeft andere grondstoffen juist weer wel. Hoe heet dat? Er komt heel veel. Er is een of ander soort metaal wat je nodig hebt voor mobiele telefoons. En dat is daar volgens mij heel erg veel. Sorry. En het feit dat Bolivia het goed doet, is dat Evo Morales gewoon een heel sterke figuur is. En dat hij er wel voor heeft gezorgd dat het economisch niet. Het is natuurlijk niet zo iemand als Hugo Chavez was, die met veel grandioze gebaren en echt zo'n caudillo. Mm-hmm.
tekeer ging daar. En dat heeft Evo Morales veel minder. Dus hij wordt alom geprezen om zijn monetaire politiek bijvoorbeeld. En dat kun je van, dat kon je van Morales niet echt zeggen. Of van de, Chavez niet echt zeggen. Nee. Neil, laat jij je licht hier zo verschijnen. Ja, kijk, het gekke is dat, zoals Okke net zei, sommige leiders worden democratisch gekozen. En daar vorig jaar, vorige eeuw hadden we daar een hele mooie voorbeeld van, Hitler. Maar tegenwoordig ook, die ineens een wending maken van 180 graden richting autocratie en dictatorschap. Hongarije, Orbán. Ja, Turkije, democratisch gekozen, Erdogan. Onze grote vriend in Brazilië. Bolsonaro. En zo, maar ook al met Chavez, hè, die werd democratisch gekozen. En dat was ineens vanwege allemaal loopholes, is die telkens herkozen. In Rusland heb je dus eigenlijk een democratie. Natuurlijk op papier eigenlijk. Maar je had Poetin. En die mocht niet meer president worden. En toen heeft hij de Medvedev, dat geloof ik heet hij, om als tussenstop even. En nu is hij het weer. En dus China. Xi Jinping, hè? China was niet echt. Nee, maar nu? Ja, maar oké, okay, dus... China, wat heeft China nu gedaan? Die Xi Jinping heet die, hè? Geloof ik. Ik weet niet op het moment. Ja, Xi Jinping of zo. Ja, en geen democratie, maar hij heeft wel verantwoording af te leggen. En hij moet aftreden, zus en zo. Nou, dat is vorig jaar dus aangepast. En hij is nu voor levenslang de leider. Dus dat is een hele zware stap. En het mooie is dat Donald Trump dan zegt... Hey, wat een goed idee. En daar heeft hij nog een grap over gemaakt. Nou kijk, met Donald Trump is het volgens mij ook zo dat... kijk, wat jij net ook zei. Die Amerikanen die hebben natuurlijk heel lang dit soort regeringen ondersteund. Vooral in Latijns-Amerika, maar ook elders in de wereld. Ja. Geld gegeven, militairen getraind, weet ik wat allemaal. Ja. En ook altijd willen zorgen dat dat zo bleef. Want ze stimuleren dan, ze hebben in Venezuela ontzettend veel geld gestoken in de oppositie. Dat is tot nu toe steeds mislukt. Ja. Maar toen er in Honduras hetzelfde dreigde te gebeuren als in Venezuela, dat is ook een linkse regering, toen hebben ze gewoon die coupgesuren ondersteund. En dat was nog onder Obama. Dat was ook, dat is die Amerikaanse buitenlandse politiek die is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Met wat accentverschillen zou ik bijna willen zeggen. En... Wat Trump nu doet, nu we het daar toch over hebben, is dat hij die politiek zeg maar bij in eigen land aan toepassen is. Precies. En dat is heel erg, maar ik denk ook af en toe wel eens van dat zou ook wel eens een keer tijd worden. Want dat die Amerikanen ook eens een keer zien wat dat nou precies betekent, wat ze altijd maar in het buitenland uitspoken. Inderdaad. Ze hebben, ik zei al militaire trainen, maar in Panama, waar ik lang gewoond heb, daar zat... Noriega. In de tijd van Noriega. Ja. Zat daar de School of the Americas. Dat was van het Amerikaanse leger. En die trainde daar dan bevriende politie en inlichtingendiensten en militairen en zo. Maar dat was eigenlijk een soort martelschool. Daar leerden Zuid-Amerikanen wat ze... De Amerikanen in Abu Ghraib en zo allemaal. Mm. En in Guantanamo. En ja, dat zie je nu steeds meer. Dat zich daar binnen de grenzen van de VS aan het verplaatsen is met die kampen. Dan moeten ze er nog even Amerikanen in stoppen in plaats van die immigranten. Ja. En dan is het verhaal wel ongeveer compleet. Ja. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om het begrip democratie onder de loep te nemen. Wat betekent dat? Wat is een democratische samenleving? Is dat een samenleving waar je wint als je veel geld hebt en invloed en macht? Ja. Of heb jij echt een kans als je werkelijk voor de mensen die eronder te lijden hebben kunt opkomen? Kom je dan ooit democratisch, zoals het nu georganiseerd is, heb je dan een kans? Weet je wat ook mij opvalt persoonlijk, maar misschien ben ik dat en ben ik niet heel erg op gefocust. Dat als je ziet in Zuid-Amerika dat degenen die aan de macht komen, vaak blank, van betere families zien. Als je nu Guaido ziet, de oppositieleider in Venezuela, tegenover Maduro. En dat zie je veel in Zuid-Amerikaanse landen. Dat
misschien niet, ik kijk nu naar Mariam vanwege Zuid-Afrika. Misschien niet alleen in Zuid-Amerika, maar dat het ook overal gaande is. Dat zeg maar de bevolkingsgroepen waar er veel van zijn, van een bepaald people of color, en dat die minder inbreng hebben toch dan de blanke bovenlaag. De witte bovenlaag. Ja, de witte, ja, ik denk dat de witte macht, dat die gewoon de macht heeft wereldwijd. We hebben apartheid in Zuid-Afrika, die is dan nu afgeschaft, maar daar kun je het ook nog over hebben. Maar ja, wereldwijd zie je gewoon toch een apartheid, een scheiding van wie heeft er daadwerkelijk macht. En dan zijn het toch de witte mensen. En degene die niet die macht hebben of dat alsmaar moeten bevechten, dan zijn dat de mensen van kleur en zwarte mensen. Ja, ja, in Amerika zie je dat heel goed, hè? Dat een klein groepje van de elite, dat noemen ze dan de 1%ers of de 1% onder de 1%ers, die hebben zo'n machtige lobby. En het gekke is, dus de volksvertegenwoordigers worden gekozen door het volk. Maar Vox Populi, Vox Dei, dat is niet meer zo in Amerika. Het is echt de stem van de machtigen. Dus je hebt de lobby, de Koch Brothers, maar ook organisaties waar dan ook de grote bedrijven onderdeel van zijn. Ja, die hebben zo'n corrumperende macht in Amerika. Het gekke is dat de gekozen volksvertegenwoordigers zich na de verkiezing omdraaien en gewoon een greep doen in de buidel. En dat is zo corrumperend. En nu met de verkiezing ook. Mensen mogen na een uitspraak van Hoge Gerechtshof, Supreme Court, mogen zij eigenlijk alles doen. Dus bedrijven mogen bijdragen leveren aan politici. En dat is zo corrupt. Vooral multinationals, denk ik. Ja, en dat is. En het gekke is, die geeft toch een bijdrage om iets te krijgen. Donald Trump heeft dat in, en dat is vastgelegd in documentaires enzovoort. Hij zegt, joh, ik was de king ervan. Ik heb zoveel gegeven. Waarom? Omdat ik er wat voor terug wil. Ja. Dus dat werkt gewoon corruptie in de hand. En dat gaat in Nederland nu alleen maar worden. Nou ja, erger niet. Ik weet het niet, maar het gaat die kant op. Bijvoorbeeld, wij weten niet wie de financiers zijn van de FVD en de PVV. Nou, er stond vanochtend wel een interessant artikel. Nou, die heb ik niet gelezen. In de Telegraaf. Ja. Dan heb ik die helemaal niet gelezen. En dat ging over. Wat ze gedaan hebben is een soort undercover operatie. En ze hadden €15.000 en dat wilden ze een donatie van maken aan een politieke partij. Oké. In Nederland. Boven de €4.500 moet je aangeven, kan dat niet anoniem. Ja, ja. Dus, maar nou gingen zij naar die politieke partijen toe en zeiden ze van ja, we willen wel dat geld geven, maar we willen dat wel anoniem doen. Ja. En vrijwel alle partijen, behalve de PVV geloof ik, die gewoon niet antwoorden. Ja. Die hebben al genoeg geld, denk ik. Of ze hebben het eigenlijk niet gevraagd, dat zou ook nog kunnen. Maar vrijwel alle partijen waren bereid om aan allerlei constructies, dus via familieleden en allerlei maker dan maar cadeaubon of van, ik weet allemaal niet wat. Mee te werken aan het anonimiseren van zo'n groot, toch voor Nederland vrij grote financiële donatie. En dat vond ik wel schokkend om te lezen. Ja, precies. En dus het betreft ethiek, moraal. Ja. De ethiek bestaat niet meer in politiek. Of dat nou, en heel netjes van de PVV, maar die zal voor hun moverende redenen niet hebben meegedaan. Het was niet genoeg geld waarschijnlijk. Jo, die hebben zoveel, die krijgen koffers vol met geld, cash. Marjan? Ja? Ja. Nee? Oké. Sorry. Nee, van me. Oké. Nee, dus je krijgt die wending van volksvertegenwoordiger naar eigen belangen. En de belangen van de lobbyisten die jouw zakken vullen. Mm-hmm. Maar dan heb je het over democratie, oftewel een elite die de wetten maken, die de politiek besturen in een land. En in Europa wordt dat alleen maar erger.
Dus je hebt een neiging naar corruptie. Alsmaar groter wordende. En gek genoeg, brutaal zichtbaar. Vroeger deden ze dat misschien, maar achter de... Onder de mat, ja, maar nu openlijk. En nu openlijk. Ja. Weet je, vanwege de mazen in de wet. Bijvoorbeeld PVV heeft zich vanwege mazen in de wet als politieke beweging kunnen vrijvechten. Ja, want die heeft geen, leden bijvoorbeeld. Ja, is een eenmanszaak, eenmanspartijtje. ZZP-partij. Ja, ja, dat is het ook. Ja, hij is de één. Sorry? Els? Oh ja, ja. Els. Els is, nou daar heb ik mijn mening over. Ik denk iedereen hier. Maar Els is natuurlijk de ultrarechtse tegenhanger van Greta Thunberg. Weet je? Wel heel mislukt. Oh, daar waren foto's van. Enzovoorts. Ja, zo'n jonge meisje. Ja, oh god, die zag op de foto. Die hebben gewoon bij de PVV in Pegida hun eigen influencer gebouwd. Ja, precies. Ja. En dat is nu helemaal mis aan het gaan. Want nu wordt er ontdekt dat ze eigenlijk niet Els heet, maar Lisanne. En weet je wel. Dan geeft het nog een week, 10 dagen. Dan is het helemaal duidelijk hoe en wat. Maar dat wordt natuurlijk een schandaal. En dus, ja, de Sma zit daarachter en nog wat van die Mongolen. Ik moet eerlijk zeggen dat Lisanne wel beter klinkt dan Els, want ik moet altijd aan het kort pittig kapsel denken, dat wat ze in de wereld hebben gesproken. Dus. Marjan, had jij hier nog wat op te zeggen? Maar wel tegelijkertijd hoog op het paard zitten en je oordelen over de rest van de wereld uitspreken, over corruptie en regimes die niet deugen. Dus ja, dat is erg betrekkelijk. En verder denk ik dat we het woord Mongolen niet in deze zin moeten gebruiken, omdat dat toch beledigend is voor de mensen die werkelijk dat zijn. Ja. Dus ik zou voor willen pleiten om ons taalgebruik, daar rekening mee te houden. Goed, dan ga ik over naar de volgende vraag. Mensen, dit was pas de eerste vraag, hè? Oei. Oké. Ook die is journalistiek nog wel vrij en onafhankelijk beroep? Kan een journalist in deze tijd van allemaal rechtse tv-zenders, radio en kranten nog wel zijn ei kwijt? De mogelijkheden om zelf iets op het internet te zetten en te publiceren zijn groter dan ooit tevoren. Dus in die zin is het wel een vrij beroep. Tegelijkertijd denk ik dat er ook meer censuur is dan ooit tevoren. En dat is niet zozeer... Kijk, als het over persvrijheid gaat, dan hebben we in Nederland heel erg de neiging om te denken aan cameramensen die worden lastiggevallen bij een demonstratie of bedreigingen of dat soort dingen. Of rechtszaken, dat zijn... Het is ook wel heel vervelend, maar dat zijn heel individuele. Dat zijn eigenlijk incidenten, zeker in Nederland. Maar wat echt de grote censuur is, is dat journalisten niet meer betaald worden. Dus ik zag net gisteren een interview met twee heren van de NRC en de Volkskrant in de Villa Media. Dat is een beetje het vakblad voor journalisten. En... Want die zijn dan allebei nieuw en die zijn dan de baas bij die krant. En dat ging dan over hoe ze dat dan zagen, dat die krant. En hoe wat de verschillen dan waren tussen die kranten. En dat ging dan over een van die twee, of die van de Volkskrant, die verscheen dan in een Lacoste polo shirt. Nou, dat was dan nog wel tot daar aan toe. En toen ging het over, moet je dan geen pak aan? Ja, hij had wel pakken, die kocht hij dan altijd in Londen. Hmm. En dan dacht ik van, nou, dat is ook mooi. Dan is zo'n baas van zo'n krant, die vliegt dus naar Londen om pakken te kopen. Hij kan toch ook waarmee hij op de redactie kan rondparaderen. En de freelancers die krijgen dus 13 cent per woord of zo. Ja. En de andere voorwaarden voor freelancers zijn ook echt verschrikkelijk bij die perscombinatie, die persgroep, hoe het ook heet. En bij het NRC is het dan niet anders hoor. Ik wilde ze niet alleen op de Volkskrant. En je hebt geen idee hoeveel verhalen er niet meer verteld worden en hoeveel dingen er niet meer worden uitgezocht. Omdat journalisten gewoon niet betaald worden. Want ik kan voor 13 of 10 cent per woord echt geen onderzoek gaan doen. Of ergens naartoe. Of, als je een ticket moet kopen. Dat gaat helemaal niet. Ja. En dat wordt natuurlijk steen en been geklaard. Dus nog maar een handjevol journalisten die dat soort werk doen. En dan heb je een aantal in vaste dienst. En that's it. En dan nog de zelfstandige. Ja, nou ja, daar heb ik het nu over. Dus je hebt aan de ene kant heel veel mogelijkheden. Want ik kan morgen een website beginnen met allemaal nieuws erop, weet ik veel. Maar aan de andere kant is er dus gewoon geen geld. En dat komt niet omdat het er niet is. Dat komt omdat ze niet eraan willen uitgeven. Ja, omdat het goedkoper is om het over het internet te halen. Nee,
Omdat het is gewoon net als in elk ander bedrijfstak. Die uitgevers die gaan hartstikke goed. Die van die kranten die maken hartstikke veel winst. Maar ze willen het gewoon niet uitgeven aan de mensen die het werk doen. Mm-hmm. Dat zie je natuurlijk in de verpleging en dat zie je overal. En dat is bij de nieuwsmedia en al niet anders. Ik neem aan dat jij het daar wel mee eens kan zijn. Ik denk het wel. Maar wat ik belangrijk vind, is dat er nog maar één kant van het verhaal vaak verteld wordt. Dus ik zou veel meer het verhaal ook van de andere kant van de wereld willen horen. En nu zie je toch dat de verslaggeving, als het over het zuiden van de wereld gaat, Latijns-Amerika, Afrika, dat het toch weer onze witte journalisten zijn die daar het verhaal gaan doen en niet eens een correspondent daar nemen. Ja, en dat zou nog wel eens een andere visie ook geven. Want dat is ook een bepaalde mate van censuur, denk ik, als je die kans niet geeft. Als je maar eenzijdig het verhaal vertelt. Dus daar zou, maar goed, daar zou ik meer voor willen pleiten. Ja. Of het moet een hele goed. Als Afrikaanse journalisten hier zouden komen met de houding die sommige witte journalisten hebben als ze in Afrika gaan werken, dan zouden we ons helemaal. Ja, komt hij ook niet aan de bak klein zijn. Ja. Nou ja, wat ook heel komisch is dat sommigen één correspondent hebben in Latijns-Amerika. Die moet dan heel Latijns-Amerika doen. Terwijl Latijns-Amerika zo verschillend is van noord naar zuid. Dat kan helemaal niet. Ja, ja. Er zijn zoveel landen. Zo Het is gewoon Afrika, het is Zuid-Amerika en klaar. He? Allemaal één potnat, één soep. Zoals wij ook, net als Rusland en Nederland. Dat zegt al genoeg over onze mentaliteit. Ja, over hoe je ernaar kijkt. Dat je denkt dat je dat één potnat kunt behandelen. Ja. Neil. Ja. Ja. Dus, ik ben toevallig uitgever geweest van de eerste Millionaires Magazine. Die had maar twee uitgaves in 97. Ja, dat was ik. Ik loop wel weg. Ik ren weg. En ik heb heel veel journalisten aan de bak gehad. Willem Oltmans heb ik nog 1500 gulden gegeven destijds. Kijk. Toen hij het nodig had. Later heeft hij dat geld nog gekregen van de overheid. Maar kijk. En toen hoorde hij inmiddels tot de doelgroep. Ja, precies. Maar die heeft het echt een hele tijd slecht gehad. Ja, ja. Dat weet je. Maar oké, dus journalistiek, dat is een mooi beroep. Heel gek, hè? Ik ben door de journalistiek ook kapot geschreven. Dus ik ben niet zo'n grote fan van opiniemakers. Ofwel een van onze verslaggevers. Wie Duk is een van de verslaggevers soms, als die niet onder zijn eigen naam mag of wilt publiceren. Maar kijk, ik geef een voorbeeld, hè, van journalistiek, hoe dat fout kan gaan. Donald Trump. Waarom heeft hij nu heden te dagen een bloedhekel aan journalisten? Weet je dat? Hij is kapot gemaakt door journalisten. Oh, dat is in het begin geweest. Ja, maar continu. En nu is hij de machtigste man ter wereld eigenlijk, leader of the free world. Maar hij heeft een bloedhekel aan gevestigde journalistiek. Soms krijgt hij een leuk artikeltje en dan is hij ermee eens. En meestal niet. En dan is het de failing New York Times en de ridiculous Washington Times. Maar. But he loves Fox. Sorry? Nee. Het grappige is het is eigenlijk op zo'n punt gekomen dat hij zelfs problemen kreeg met Fox News. Ja, oh, echt? Ja, want ze leugens zijn mij dan niet meer te verdedigen. Maar het is echt het punt dat Fox News met je in discussie gaat, dan weet je dat er wat mis is. Maar daarom, vorige week, had hij dus een stelletje bloggers en alt-right journalisten, reporters, of je die journalisten kan noemen, weet ik niet. Had hij dus uitgenodigd in de Rose Garden in de White House. En dat is bijna nooit eerder vertoond. Maar nu krijgen dus fringe media, dus net als Infowars.com enzovoorts, die krijgen een prominente plaats. Die worden van Twitter en Facebook gedonderd. En die komen in de Rose Garden van het Witte Huis terecht. Maar aan de andere kant, als je de documentaire ziet over Trump, kijk maar een paar op YouTube of op Netflix. Dan zie je waarom die man eigenlijk zo erg tegen de media is. Die hebben zijn huwelijk kapot gemaakt. Eigenlijk, natuurlijk is hij daar een eigen, heeft hij zijn eigen schuld er ook aan. Maar zijn huwelijken, ja.
Dus hij voelt zich wel gepakt, want hij ging vreemd. Nou, en daar werd over geschreven. Maar ook zijn financiële troubles. Zijn financiële moeilijkheden. Zijn zakenimperium. Want hij wordt wel uitgemaakt als gefailleerde. Weet je, 4, 5 keer, 6 keer failliet geweest. Neil, ik wil je even wat vragen. Ja. Hè? Als ik jou naar dit verhaal hoor vertellen. Ja. Is dan eigenlijk niet de omgekeerde wereld? Want als jij niets te verbergen hebt en jij bent een righteous person. Dan schrijven ze je toch niet kapot? Ja, maar dat vind ik onzin. Ik persoonlijk ben op de Telegraaf hoofdpagina voor vuile was vuiligheid uitgemaakt. Nee, maar oké, dus dan heb ik vind ook, dat is een medaille. Ik heb een kleine toevoeging trouwens over die Infowars. Voor mensen die het niet kennen. Deze man claimt dat kikkers homoseksueel zijn geworden door de fluoride in het water. Alex Jones. Nou ja, bewijs maar eens dat het niet zo is. Oh, dan komen we op een filosofisch punt van. Kijk. Als je het over journalistiek hebt. Ik heb eens een keer een poging gewaagd aan een blogartikel over de ethiek in journalistiek. Maar die mist. Het is. Journalisten hebben zoveel macht aan de ene kant. Maar ze. Weet je, Ok is onderzoeksjournalist, dat gaat wel goed. Maar als je je reportages mixt met opinie. Dan ben jij jouw mening aan het verkopen aan het publiek. Je weet waar je zit vaak, nu, hè? Je weet waar je zit nu, Ja, kijk, het gaat heel vaak goed, maar het gaat nog vaker mis. En ik ben zelf natuurlijk slachtoffer geweest, dus ik weet hoe het voelt. Ik ben 500 keer geïnterviewd door media in 97, 98. Maar toen mijn blad uitkwam, ik ben bruin, en ze begonnen op taalfouten te letten. In mijn Millionaires Magazine. En dat was omdat ik als 27-jarige bruine het lef had om zoiets groots op te zetten. En ik had nog een grote bek er bovenop dat ik meer zou gaan doen en nog meer uitgaves. En die begon over mijn taalfouten. Nou, Elsevier heeft gemiddeld 200 taalfouten in destijds, hè, toen het nog een kwaliteitsblad was. 200 taalfouten. Maar daar is nooit op gelet. Dus, maar dat kwam wel vanuit de media. Ja. Weet je, dus de machtsmisbruik en of dat nou een vaste medewerker is van de media of een ZZP'er, of die nou hobbyist journalist is of publiek journalist ofwel professional. Ja, je hebt je verantwoordelijkheden. Ja. Maar als je de pen ter hand neemt, dan is er ineens een vlaag van machtspositie. Ja. De pen is scherper dan het mes. Ik ga even door, want we hebben nog zoveel wat. Het is vaak wel zo. Ja. Nou, ik ga even door, want ik heb nog een heleboel vragen. Want we moeten ook nog naar Zuid-Afrika. We moeten ook nog een paar andere kwesties aanpakken. Daar krijgen we allemaal niet betaald voor al die reizen. Even heel snel. Je krijgt 13 cent per woord. Filipine, die vraagt aan Okke. Zijn wij bewustere mensen geworden door alle media? Nou, dat zou ik niet zomaar voor iedereen durven zeggen. Ik zelf wel. Dus ja, en ik ben niet heel bijzonder. Dus ik denk dat dan nog wel meer mensen misschien ook bewuster zijn geworden door de media. Dus, ik denk, ja, er is nu zoveel informatie beschikbaar. Dat ik zelf vind dat wel prettig. Ja, ik vind het heel fijn. Ik had het net even over de Volkskrant en de NRC. Een van de dingen die ze zeiden ook in het interview. Ja, we moeten niet te veel gaan doen zoals The Guardian doet met het klimaat. Want die vinden dat wel heel ernstig, dat klimaat. En die hebben het over een klimaatcrisis. Nou, dat gaan wij niet doen. En misschien moeten we dan toch maar eens een klimaatkritische columnist in het NRC gaan zetten. Nou, dan hoeven we dit dus ook niet meer te lezen. Maar je kan hier nu gewoon The Guardian lezen. Dat is ook nog gratis. En die hoef je geen abonnement op te nemen en zo. We hebben veel betere artikelen, veel beter nieuws. Dus ja, dan lezen we die toch? Inderdaad. Nou, dat kon je 10, 20 jaar geleden niet zeggen. Dus wat dat betreft zijn we wel veel beter geïnformeerd. Ja. Okay. Rina, ik ga even nu naar Marjan. Zijn wij als volk afgestompt geworden? Of zoeken wij naar nieuwe sensatie met politieke leiders die eigenlijk een gevaar kunnen vormen voor de samenleving? Waar zijn we afgestompt door geworden? Is dat de vraag? Zijn wij als volk afgestompt geworden?
Nou, dat is een hele diepgravende vraag. Maar ik denk dat door alle informatie, om me in te haken op wat Okke daarover zegt, is dat ook mensen overdonderd zijn. Het misschien ook allemaal niet meer weten. Het ook niet meer willen weten. Dus dat je ook een toename ziet misschien van escapisme. Van oké, ik sluit me overal vanaf. Of ik ga alleen maar feesten hier. Ik ga pilletjes slikken. Enzovoort. Om maar niet aan te denken van wat er werkelijk in de wereld gebeurt. En waar ik misschien mede verantwoordelijk voor ben. En waar ik misschien wat aan moet doen. Maar ik weet niet of je dat afgestompt moet noemen. In zekere zin misschien wel. Maar ik denk dat het vooral een ding is van mensen die in ons deel van de wereld leven en het goed hebben. Maar als ze dan zien waarom wij het goed hebben, dat ze dat niet altijd onder ogen willen zien. En dat is, dan kijk ik even naar Neil. Dan moet je dat gevoel, dat moet je dan weer rechtbreien. Dan ga ik even dissonantie. Want dan moet je iets mee. Of je wordt actief en je gaat proberen de wereld te bewegen. Of je duikt weg. Dat kan ook. Ja, of je weet het gewoon allemaal niet meer. Ik ben eruit. Neil, dan ga ik je even een vraag stellen. Gewetensvraag. Zeg maar, in de opkomst dat de mensen liepen in de demonstratie tegen de bom. Of Vietnam. De hippietijd. Mensen kwamen in opstand. Ja. Het is toch weer teruggegaan. Is dat nou gekomen omdat mensen inzagen van uiteindelijk verandert er toch niets? Of is het meer gekomen omdat men het beter gekregen heeft en dacht van, nou, laat mij de zondvloed. Waar zijn ze naar teruggegaan? Sorry. Teruggegaan naar het oude leven. Ja, kijk, tuurlijk. Eerst waren ze revolutionair, als het ware. Iedereen was Che Guevara. Ja, precies. Jij niet de... Nee, maar wat is revolutionair in die tijd? Daar kunnen we het ook over hebben. Okay, of dat het zo fundamenteel revolutionair was. Dat was gezellig en leuk wel, voor een bepaalde groep. Maar de werkelijke dingen niet. Maar er was meer aan de hand destijds dan alleen Vietnam enzovoorts. Er was een behoefte aan liberalisering, aan emancipatie enzovoorts. Je had de Flower Power beweging die daarmee samenging. Maar natuurlijk, mensen worden uiteindelijk moe. Kijk, je had Occupy, hè, een paar jaar geleden. Je had gigantische demonstraties, Women March, weet je wel? Ja. Toen na de verkiezing van Donald Trump waren er gigantische demonstraties overal ter wereld. Maar ja, mensen hebben een baan, weet je wel. Ze moeten maandag weer aan het werk enzovoorts. Dus er is een soort verplichtingen die je hebt qua huur betalen en hypotheek en je levensonderhoud. Dat is één. En ten tweede is het, je kan niet continu op diezelfde punt blijven doorhameren. Want wat heeft nou wel effect? Je kan nu net zo goed een petitie ondertekenen online, dan dat je daar op het Binnenhof staat te demonstreren. Voor mijn gevoel is het zo dat mensen hebben vooraleer een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Maar voordat hebben ze een verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar hun familie, naar hun gezin. En dat komt altijd voorop. Nou weet ik niet of dat... ik denk wel, bijvoorbeeld Occupy. Ik zou daar zelf... best wel 1-2 weken aan willen meedoen. Maar daarna houdt het op voor mij. Dan ga ik even terug weer naar OKF, naar Marjan. Wie van jullie beiden mag je samen even uitvoeren? Ja. Nou, wat belangrijk hierin is, hoe organiseer je je en hoe mobiliseer je? Ja. En wie gaat dat dan regelen? Ik bedoel, onze zogenaamde linkse partijen, die laten deze dingen gewoon ook liggen. En dan hoef jij het niet alleen te doen. Dan ben je niet dat individu. En dat is ook de gevolgen van de individualisering van onze maatschappij. Dat ieder het voor zichzelf allemaal doet. En het is leuk van achter je computer. Maar het gaat natuurlijk om mensen te mobiliseren en dat vast te houden. Ja, dat is laatst nog gebeurd in Hongkong. Dat is een overwinning van de bevolking. En daar is tactiek en strategie voor nodig. Dus daar is organisatie voor nodig. En, dat is wat je niet zo erg ziet in dit deel van de wereld. We zijn te doorvoed. Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, dat kost ook offers. Dus dan moet je misschien die hypotheek laten.
Okay. En dat is natuurlijk een grote stap. Oké. Okay. Ik denk ook wel dat het... Kijk, dat Hongkong is wel een goed voorbeeld. Want dat was iets... Dat kon echt niet door de beugel wat ze daar van plan waren. Ja, dat zou het begin van het einde zijn. Dat was een soort leven- of doodsituatie. Ja, en dan zie je dat mensen heel erg bereid zijn om daar voor de straat op te gaan. Precies. En ook op die straat te blijven totdat het is opgelost. Maar ik begrijp heel goed, kijk, mensen zijn natuurlijk niet achterlijk. Die zien ook wel dat het meelopen in een soort rituele processies door de stad echt geen enkel effect heeft. Ja. Want het gaat dan alleen maar over wie er waren en wat ze zeiden. En dat er iemand iets riep en dat daar iemand zich door bedreigd voelde. En dan krijg je daar weer een hele hoop gedoe over. En het levert allemaal heel weinig op. Ja. En ik denk dat... bijvoorbeeld het soort activisme wat je nu in Nederland ziet... wat bijvoorbeeld gaat over het voor de rechter slepen van de overheid of Shell. Er zijn er nu twee zaken tegen Shell die lopen. Ja. Ik denk dat mensen ook wel snappen dat misschien dat je wel goed je methodes moet kiezen. Je tactieken moet kiezen. En dat het niet... En ik geloof niet zo in dat je niet zoveel protest ziet op straat. Dat automatisch betekent dat mensen ook niet actief zijn om dingen niet te veranderen. Of dat ze niks doen. Er gebeurt best heel erg veel in Nederland aan vrijwilligerswerk. En dat moet allemaal maar op. Dus mensen zijn wel bezig, maar niet... En het is ook een verschil van de cultuur. In Nederland is het volgens mij nooit echt zo geweest. Zoals in Frankrijk. Maar toen met de neutronen komen. Ja, maar dat is ook wel, hebben we het over, wat was het, 85 of zo. Ja. Dat is al heel lang geleden. Ja. Ik geef de laatste minuut even aan Marjan. Ja. Ja, maar je zat heel erg nee te knikken. Dit moet ik heel serieus zijn. Ik weet het gewoon niet meer. Wat zei je? Wat was het laatste wat je zei? Het laatste... Oh, dat weet ik nou. Oké. Dan gaan we naar muziekje. Nee hoor. Nee, wat ik wil zeggen is... Ik weet het alweer. Soms moet je de dingen agenderen en moet je voorop lopen. Het is net als met de anti-Zwarte Piet. Je moet op een gegeven moment even lawaai maken. Je moet het agenderen en onder druk zetten. En dat is effectief. En dat geldt ook voor alle emancipatiebewegingen eigenlijk. Die moeten ook zelf, door hun eigen actie, komt het ook op de agenda. Niet door de mensen die er niks bij hebben. Want die zetten het niet op de agenda. Dus dat is nog de andere kant. Maar het moet daar niet bij blijven. Oké. Nou, ik denk dat we nu even koffie gaan drinken. Is dat goed? Yes. Of thee mag ook, hoor. Yes. We zijn zo terug. Join Radio. Nee, de quote. Ja, terug voor de tweede helft, Join Radio. Mijn naam is 9G Music. Dit is de laatste episode van dit seizoen. Dus Join Politics, Anaïs, aan jou het woord. Terug met Marjan Bosma, Hokke Ornstein en Neil Lachman. In ieder geval, we hebben het al over een heleboel dingen gehad. We hebben Zuid-Amerika op de kaart gezet. Hebben we het over gehad, wat een persoon is. En we hebben het ook over de maatschappij in Nederland gehad, over de journalistiek. En nu gaan we even naar een ander gedeelte toe. We gaan naar Zuid-Afrika, maar ook naar people of color in het algemeen. En dan begin ik natuurlijk bij Marjan Bosma. En dan heb ik een vraag voor jou van Gerry. De strijd voor de gekleurde medemens stond hoog in het vaandel. En dan vooral om Nelson Mandela vrij te krijgen. Waar is het enthousiasme gebleven van toen? Veel mensen keer zich plots af en roepen dat zij, de Afrikanen, er niets van bakken. Nederland was enthousiast voor Mandela en wilde zijn vrijheid enzovoort. Maar dat ging natuurlijk niet zo diep. Want wat je nu ziet in Nederland en in de rest van de wereld... hij is nu als een soort heilige verklaard, een icoon. En je ziet dat het andere deel, de strijdbaarheid van hem... die hij natuurlijk ook gehad heeft en in gevangen heeft gezeten... daar hebben we het niet meer over. En zie je hetzelfde wat gebeurt ook met Martin Luther King. He, zijn vreedzaamheid en dat wordt gebruikt. Maar de militante kant en zijn fundamentele kritiek op het systeem waarin we leven... dat wordt niet genoemd. En...
Ja, dat is heel jammer. En dan, wat je dan nu krijgt, zeggen ze ja, kijk nou. En dan hebben ze er ook nog niks van gebakken. We hebben ze zo gesteund. Ja, en misschien komt dat wel door de soort steun die je hebt gegeven. Of op een manier die juist in handen heeft gespeeld van een witte minderheid die daar gewoon zijn macht kon behouden via het geld en de hulpbronnen in het land. En ja, de politieke macht is dan gegeven via algemene verkiezingen. Aan de zwarte meerderheid. Maar dat is maar tot dan. En nu zie je eigenlijk dat de kwesties waar het echt om ging tijdens de bevrijdingsstrijd, en dat ging niet alleen over apartheid, dat ging over veel meer dan dat. Het ging over een koloniale situatie waarin land geroofd is. En dat probleem zie je nu terugkomen omdat het niet is opgelost. De mensen zijn van hun land beroofd, dus later in 1912 en nog latere wetten is dat ook vastgelegd welk stuk voor hen was en wat voor die witte minderheid was. Dus dat moet nog rechtgezet worden. En ook reparaties, want Zuid-Afrika is natuurlijk vanaf Jan van Riebeek onderdrukt geweest. En uitgebuit. En uitgebuit en alles wat daarbij hoort. Dus daar moet iets voor teruggegeven. En zolang je dat niet doet, en je ziet ook, de armoede is niet opgelost. Er is een enorme werkloosheid. Nu zie je dat het leger zelfs gestuurd wordt naar arme wijken in de Kaapprovincie. Omdat daar te veel misdaad enzovoort zou zijn. Maar er zijn geen banen. Dus hoe moeten mensen, en er zijn geen uitkeringen. Hoe kom je aan je werk? Hoe kom je aan je eten? Nou, dan verval je al heel snel in activiteiten die niet legaal zijn of wat dan ook. Dus daar zit daar zit ook een verantwoordelijkheid in van de westerse solidariteitsbewegingen en de westerse zogenaamde progressieve politiek. Die vooral natuurlijk de kant van het ANC heeft gekozen, die eigenlijk voor een liberale politiek was. En ja, het is één groot compromis geweest, die verkiezingen en die afschaffing van de apartheid. En ik blijf het toch een hele vreemde zaak vinden dat de Klerk samen met Mandela een Nobelprijs heeft gekregen. Mm. De Klerk is een oorlogsmisdadiger. Ja. En hij zit nog prima in zijn land en kan leven en zich nog overal mee bemoeien. En andere mensen die daaronder geleden hebben, die komen niet aan bod. En die lijden nog steeds. Dat is gewoon, daar kun je dus nog, kan ik nog heel veel meer over zeggen, maar we moesten het kort houden. Nou ja, mag wel even iets doorpraten, maar toont dit ook weer niet de witte superioriteit? Dat wij vanuit ons denken, wij zijn zo goed, wij weten wel wat die zwartjes nodig hebben. Dan zie je hoe de witte mentaliteit, de witheid van de wereld waarin we leven, dat die ook bepaalt wie de bevrijdingsbeweging mag zijn. Ja. Zwarte bewustzijnsbeweging werd hier niet geaccepteerd. En het Pan-Africanistisch Congres werd hier niet geaccepteerd, want het waren volgens onze witte anti-apartheidsmedestrijders, dat waren racisten, dat waren zwarte racisten, die waren anti-blank. Kortom, de trom waarin je nu ziet dat een minderheid in Zuid-Afrika nu ook weer zegt, we hebben hier te maken met de witte genocide. En die trom wordt nu geroerd, terwijl dat natuurlijk op verschillende manieren is dat natuurlijk allemaal al met feiten gestaafd tegengesproken. Maar het wordt hier wel gebruikt door de Martin Bosma. Er is in de Kamer gestemd voor, ik weet niet of je dat weet, van dat ze tegen landonteigening zijn zonder compensatie. Nou, het gaat niet over land. Het gaat over teruggave van het land. Ja. Het gaat over repossession. Het is eigenlijk het proces wat je beschrijft is in één grap heel mooi samengevat. Toen de tijd was er een jongen die was een donkere jongen die was aan het spreken in het publiek en zei, hij had het over white people en dergelijke. En ineens zegt een vrouw in het openbaar vervoer, ja, hoe zou Martin Luther King daarover gedacht hebben? Juist echt de superioriteit daarover bewaren. En hij zegt heel droog terug, als ze jullie hem niet hadden vermoord, hadden we het kunnen horen. Ja. En dan valt het stil aan de andere kant. Ja. Maar ik weet niet of je. Er was een documentaire over Curaçao en het oprichten van Albert Heijn daar. Die ken je misschien. Ja, je weet. Nou, dat is een hele mooie illustratie wat er gebeurt. Er komt dus een witte dame, die komt uit management doen en die gaat de zwarte werknemers uitleggen, we gaan een nieuwe Albert Heijn opzetten. En wat zegt ze? Dat is mijn droom. Kijk, net als van Martin Luther King. En dan liet ze dus zien aan die mensen daar, dat haar droom was om een goede. Dus
waar is het besef van mensen over de geschiedenis? Over, dus die kant van de geschiedenis, die ja, je kunt het op internet vinden. YouTube. Ja. Albert Heijn heeft veel gespeeld. En dan zit je daar dus. Maar vooraan in de linies. Aan die kant dan denk je van, waarom? Ik heb een droom dat mijn bonuskaart. Ja, maar het is natuurlijk verschrikkelijk het niveau. En ook het onderwijs wat we hier krijgen. En wat we elke dag voorgeschoteld krijgen. Ja, hoe krijgen we dat anders? Want het wordt je natuurlijk ook ingepeperd. Ja, maar ze zien I have a dream als een motto. Maar de lading eromheen, dat begrijpen ze natuurlijk niet. Dat hebben ze niet meegekregen. Nee. Dat het om burgerrechten ging. Met Chili Red. Je hebt het net gezegd, de schoolsysteem is raar. Want wat ik niet snap is, als jij geschiedenis wil verdiepen, dan is het meteen dat je naar een gymnasium of universiteit gaat. Dan krijg je al de informatie in jouw vingertoppen. En als het hier zo, als je een mbo-opleiding hebt en dat soort dingen, is het heel moeilijk. Niet eens heel moeilijk. Je krijgt het heel oppervlakkig. En, en dan praat ik ook heel oppervlakkig. Op een bepaalde manier dat je niet eens zelf weet hoe deze maatschappij werkt. Nee. Ik weet alleen van bepaalde geschiedenispunten, maar dan ook echt de punt van de berg, maar niet de onderkant hoe de berg is ontstaan. Nee, maar dat vind ik juist jammer van het schoolsysteem van nu qua geschiedenis. Ja, maar dat is, ik denk dat ook voor het middelbaar onderwijs bij die andere richtingen geldt. En als er wat over verteld wordt, is het toch vanuit ons perspectief. En wij kwamen daar de beschaving brengen. Eurocentrisch perspectief. Nou ja, ik werk af en toe in het onderwijs. Dan klus ik bij als examinator. En dat doe ik op de meest multiculturele... Dus je bent schuldig nu? Nou nee, want ik kom daar alleen maar om examens af te nemen. Mondeling Engels en Nederlands, want dat krijg je daar wel. En dat doe ik op de meest... Ik denk dat het de meest multiculturele school van Amsterdam is. Het ROC Zuid. Ja. Wat ik daar wel heel erg zie, is dat ik denk, ja, dan zie ik die kids daar, die zitten dan in de kantine. En dat is dus echt alles door elkaar. En dat is toch wel de toekomst die je daar zo'n beetje al voorbij ziet trekken. En als ik van die moedeloze verhalen hoor over dat het, ja, op de scholen en dit en dat, en dat is allemaal zo moeilijk, dan denk ik, ja, het is allemaal al aan de gang. Het is allemaal al aan het veranderen, want dat doen die mensen namelijk gewoon zelf. Ja. Maar hebben ze historisch besef? Nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want, ja? Ja, want daar hoor ik toch wel vrij veel over. En in ieder geval een wel besef van de positie waar mensen... Het is natuurlijk niet zo heel erg moeilijk om je te realiseren dat als jij Ahmed heet en je stuurt een sollicitatiebrief, dat die 9 van de 10 keer gewoon niet eens wordt beantwoord. Ja. Dat je geen bevestiging krijgt dat je hem ook echt gestuurd hebt. Ja. Dus... daar hoef je geen geschiedenisles voor te krijgen. Dat mensen zijn, ja, nogmaals, mensen zijn niet achterlijk, denk ik. En het hele verhaal van de Zwarte Piet-discussie en de slavernij-discussie, die toch in volle hevigheid woedt in onze samenleving. Daar breek ik even op in. Dat gaat toch niet aan mensen voorbij, denk ik. Nee, precies. Dat het op school zit. Mm. Dat is de volgende vraag van Gerry. Die vraagt, ik weet niet of het een hij van zij is, dus excuses. Hoe kan het dat in een samenleving als die van ons nog van die achterlijke gebruiken als Zwarte Piet worden gebruikt? Waarom klampen mensen zich hieraan vast? Omdat ze bang zijn dat er dingen veranderen. Dat is het gewoon. Witte mensen zijn bang, tenminste niet allemaal, maar een hoop, dat zij hun positie kwijtraken in de samenleving. En ze klampen zich heel krampachtig vast aan allerlei dingen. Niet alleen Zwarte Piet, maar gewoon kippen die in een mand aan een stok moeten op Schiermonnikoog. Allemaal rare dingen die mensen doen en die ze al heel lang doen en die daarom, alleen maar daarom, niet kunnen veranderen. Nou, dat is het gewoon. Dus een kind. Ja, maar het wordt gebruikt door de populisten en door rechtse partijen die dit gebruiken om hun agenda door te voeren. En ja, om de angst naar moslims, de islamofobie en naar de bevolking en de rest van de wereld, de emigratie uit Afrika, om daar angst mee te zaaien. Dat is wat er gebeurt en wat er opgehitst wordt. Ik was bij het proces tegen die blokkeervriezen in Leeuwarden. Nou, daar liep heel extreem rechts rond. Van Wagensveld, van Pegida tot Bosma van de PVV en al die andere figuren. En of course de onvermijdelijke Wierd Duk. En
Ja, er mocht niet gevloekt worden in mijn programma. Ja, wanneer komt jullie kooigevecht? Die verdachten, die hadden allemaal het idee dat zij iets aan het beschermen waren. Tenminste, dat was hun verhaal. Iets aan het beschermen waren wat van waarde was van ons, voor onze samenleving. Dat is hun gewoon wijsgemaakt. Want als je mensen vraagt van God, ik heb een kleinzoon die is ook heeft een wat donkerder huid dan ik heb. En als je dan tegen mensen zegt, ja, maar het is toch niet leuk als die zo meteen gepest wordt op school met Zwarte Piet. Ja. Dan begrijpt iedereen. En dan is iedereen er ook meteen mee eens van, ja, daar moeten we ook eigenlijk gewoon mee ophouden. Ja. Maar dan wordt het zo opgeklopt en wordt het zo'n issue, alsof het ze daarmee hun hele identiteit verliezen. Dat dan krijg je van die gekken op motorfietsen. Van die gestoorde mensen. Ja, maar kijk. Waar het niet helemaal goed mee gaat. Die dan op motorfietsen bussen gaan tegenhouden. Nee, maar kijk, racisten. Of fascisten of wie dan ook. Ze zijn bang voor één iets heel belangrijks in hun leven. En dat is hun identiteit. En kijk, we hebben individueel iets. En Nederland is een individualistisch land. Maar we hebben op familieverband iets. En we hebben op sociaal-maatschappelijk verband iets. En het gekke is, mijn ervaring met PVV'ers en andere soort stemmers. Ik noem ze heel snel racisten, want er was laatst iemand die zei van, ja, er bestaat geen gematigde moslim. En toen vroeg ik hem, ben jij dan een gematigde fascist of een gematigde racist? Ja, want die bestaan dan ook niet. Nee. Toch? Maar als je je zo opstelt, dan ben je of racist of fascist. En dat kan niet gematigd zijn dan. Als jij ook niet gelooft in een gematigde moslim of een gematigde hindoe, dan kan dat ook niet. Dus je bent of een klinkklare racist of een klinkklare fascist, maar je bent niet goed bezig. Nou, het probleem met identiteit is, je gaat niet snel over op iets anders. Maar een racist, oftewel iemand die in rassen denkt, die gaat heel erg zwaar tegenin, met gestrekt been, tegen een verandering die ten gunste zou kunnen zijn voor hun outgroup. Dus met andere woorden, we zijn bang voor het verliezen van onze privileges. Ja, zoiets. Maar het gaat meer om, het is een beetje het pesten, het kunnen pesten. Bertrand Russell heeft dat goed beschreven. Hij zegt, kijk, in de wilde dagen toen was alles heel spannend en zo. En nu hebben we een heel saai leventje. Dus we zoeken de spanning op. Dat is natuurlijk echt te begrijpen. Mm. Een racist. Sorry? Ja, precies. Ja, piranha's maar, eten. Maar dan moet je naar de zee. Maar nee. Het is dan moeilijk. Je kunt ook gewoon met de buurman zijn rotweiler gaan worstelen. Dat is ook wel een uitdaging. Nee, maar het verlies van identiteit is heel belangrijk. Maar het verlies van privileges is iets anders. Of de neiging ernaar. We kunnen daar dadelijk verder op ingaan, racisme en fascisme. Ja, ga ik weer even terug naar Marjan. Ja, dus okay, maak hem even verder. Af. Nee, ga verder. Marjan, is de Janaira, die vraagt, is de beweging van Mandela en Biko nog levend? Of heeft men zich daar totaal van afgekeerd? Hmm. Nou, de ANC heeft die regeert. Dus de regerende partijen in Zuid-Afrika. Dus die bestaat wel degelijk. En er zijn natuurlijk mensen die zich daarvan afgekeerd hebben. Dat is bijvoorbeeld de Economic Freedom Fighters. De Black Conscious Movement, dus de Zwarte Bewustzijnsbeweging. En haar organisatie AZAPO, Azanian People's Organization, die bestaan nog wel. Maar die zijn aan de vooravond van de verkiezingen en de jaren daarvoor, zijn die toch wel heel erg kort gekortwiekt. Het was een hele belangrijke beweging bij het ontstaan van de Sowjetopstand in 1976. En daarna alle politieke activiteiten die op dat moment binnen die grenzen in Zuid-Afrika mogelijk waren. Maar die zijn dus, hebben al die steun ontbeerd die wel allemaal naar het ANC is gegaan. En die daar ook een goede campagne kon voeren enzovoort. Dus ze bestaan veel geld. Wel, maar ze zijn zich aan het her,
groeperen opnieuw van, hey, er moet iets anders komen. Want dat zie je wel, dat de invloed van het ANC op de kiezers minder wordt. Dus ik verwacht wel dat er wel weer iets anders zal komen. Met het gedachtegoed van het Zwarte Bewustzijnsbeweging en van het Pan-Afrikanisme. Maar hoe dat zal gaan, dat weet ik natuurlijk ook niet. En komt dat vanuit de townships? Vanuit de, nou ja, dat komt vanuit de mensen die het moeilijkste hebben. Ja. En de mensen die daar ook leiding aan willen geven en durven geven. En is het eigenlijk niet een beetje zo... En het is wel raar dat je het nog steeds over townships hebt. Zoveel jaar na apartheid. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Sorry. Nee, dat is, maar zo praat men daar ook nog. Dus ook die wereld is ook nog heel erg gescheiden. Het witte deel en het zwarte deel. Ja, maar dat is, want ik heb daar een documentaire over gezien. Hoe mensen dan daar leven. En die leven echt in zo'n pure ellende en armoede. Maar tegenwoordig ook witte mensen, hè. Want Reggie Yates heeft een documentaire uitgebracht. En één daarvan gaat over Zuid-Afrika. En dat witte mensen nu in achterstandswijken zitten. Die zijn er, maar dat is... Minimaal. Ah, oké, ja. Maar, de meeste gekke zijn vraag, gewoon he? Heel erg rijk. Anaïs, mag ik een gekke vraag stellen? Als aan, we maar geen Anaïs noemen, dan Anaïs. Anaïs. Ja, Anaïs. Liefkozend was dat, hoor. Lekker dan. Nice. Marianne, even een gekke vraag. Over identiteit. De mensen in Zuid-Afrika, zwart-wit. Hoe identificeren zij zich in algemeen in de volksmond? Zijn ze zwart? I'm black? Ja. I'm white? Of is het I'm colored? Nee. Wat is eigenlijk de... De erfenis is natuurlijk dat je had wit, je had Afrikaans zwart, je had gekleurd, was geclassificeerd. Ja, de bruintjes en zo, ja. De gekleurde mensen. En de mensen van Indiase afkomst. Dus dat was al... En je ziet dat die groepen nog... dat het heel moeilijk is blijkbaar om dat toch te veranderen. Ja. Dus in Zuid-Afrika wordt nog vaak in die termen daarover gesproken. Zwarte bewustzijnsbeweging had heel erg... Die zei van, nee, we zijn allemaal zwart. Hè? De mensen precies. Van kleur ook. Ja. En de witte mensen, die identificeren zich met Europa. Okay. En de mensen die zich nu daar bedreigd, zogenaamd bedreigd voelen... die zeggen, we willen als vluchteling naar Europa. Europa moet ons terugnemen. Omdat ze wit zijn. Omdat ze wit zijn. Maar de people of color noemen zich ook zwart daar. Ja. Ja. Maar er zijn er ook die zich nog en steeds wat is als kleuring neerzetten. In Nederland? Ik ga niet over politieke correctheid. Maar, dus hier gebruik je de term zwart en van kleur. En de blanken die willen niet blank genoemd worden, maar wit? Nee. Die willen hier graag blank genoemd blijven die worden. Die willen blank. Andersom, ja. Maar ze zijn wit. Want... Ja. Goed, we gaan weer even over naar het volgende onderwerp. Die komt van Werde Nieland. Die is onderwijzer, geschiedenis, typograaf en fotograaf. Jullie kennen hem allemaal wel. Die zit in Brazilië. Ja. Beter, ja. Hallo Wild. Even een heel verhaal hoor. Goed opletten. Okay. Heel simpel weggesteld, regeert in Nederland de middelmaat. Ik bedoel, in Nederland word je genadeloos neergezapeld. Neerbuigend behandeld, genegeerd of op zijn minst als verdacht beschouwd... indien je kop iets boven het maaiveld uitsteekt. Of in het geval dat je net iets te veel afwijkt van de norm. Persoonlijk groei ik hiervan en ik denk dat het ook bij veel progressieven een instelling is welke zeer remmend kan werken op elk denkbaar gebied. Wie wil hem pakken? Nou, er zit hier iemand die is begonnen blad, dat heet een miljonair. Ja. Oké, gaan we korte antwoorden doen. Wat is de stelling eigenlijk? Nou, vind je ook dat in Nederland eigenlijk de middelmaat regeert? Ja, dus... kijk, ja, oh ja, precies. Oei, kijk... Ik heb het al aangegeven. Ik was bruin, ik was 27. Ik had een hele grote bek. Daar zijn nog video's van, die durf ik jullie niet te vertonen. Hey, bruin wil niet zeggen middelmate altijd, hè? Nou, maar daarom juist. En ik durfde een miljonairsblad op te zetten. Mm. Periodiek Elitair heette dat. Ik werd afgemaakt door Jort Kelder in de Quote. Ik werd afgemaakt in de Telegraaf. Ik werd de Hollandse Berlusconi genoemd op voorhand. Ze kenden mij niet voor de rest. Maar Berlusconi was een feestjes. Maar Berlusconi was een oplichter. Althans, een charlatan. En dus zo werd ik ook neergezet. Ja. Dus adverteerders bleven weg enzovoort. En ik heb maar één keer of twee keer kunnen uitgeven dat blad. Omdat iedereen wegbleef.
En ik heb nu hele grote projecten in de telecom. Nou, je wil niet weten waar ik allemaal tegenkom. Ik ben eigenlijk telecom-expert ook. Ik ben heel veel dingen, maar dat is echt mijn passie dan. Telecom, dat doe ik al 20 jaar. Glasvezel, ik ben een van de pioniers in glasvezel in de wereld dus. We hebben het geëvangeliseerd, zeg maar. En daar kon ik miljarden mee verdienen. En dat heeft Dick Wessels gedaan in mijn plaats. Waarom? Omdat als ik gesprekken voerde met de directieleden van die hele grote beursgenoteerde bedrijven. Ja, Lachman, vertel eens hoe en wat. Ja, en 6 maanden later deden ze het zelf. Zonder Lachman erbij. En het kan liggen aan mijn arrogantie en mijn grote bek, hoor, van destijds. Maar ik heb heel veel gedurfd en ik ben heel vaak afgemaakt. Ik ben 2 keer failliet geweest. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg op jou gebaseerd, op jouw persoon. Maar dus in het algemeen. Maar in Nederland in het algemeen is het zo dat zeg maar dat de middelmaat regeert. Dat we niet meer of minder mogen zijn dan een ander, maar dat we allemaal 7'tjes moeten zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat is toch bekend. Als je kop boven de maaiveld steekt, dan wordt hij eraf gehakt. Ja. Dat is een gezegde. Klopt, dat zegt hij ook net. Dus Okke, geef eens even jouw mening hierover. Ja, dat is wel zo. Als witte man van middelbare leeftijd, zo gooi je gelijk stuk op. Nou ja, het viel mij enorm op toen ik na 17 jaar terugkwam uit het buitenland naar Nederland. Ja. Dat in Nederlanders, het is niet alleen een soort van middelmaat, maar het is heel veel kleinburgerlijker geworden. Ja. En ze zijn enorm met zichzelf bezig, ja. Nederlanders. Ja. In de media, het gaat allemaal over Nederland en wie zijn we dan en waar moet die weg dan precies komen en mogen we hier dan 120 of 130? Ja. Dat zijn echt de enorme issues zijn dat. En het gaat maar heel weinig over dat er zich buiten Nederland eigenlijk veel meer afspeelt dan binnen gebeuren. Nederland. Ja. En dat was al een beetje aan de gang toen ik hier wegging in 2000, 2001. En het is alleen maar heel veel erger geworden. En daarmee is ook een soort, dat is uit zichzelf al een soort middelmaat. Want dan hou je dus alleen maar bezig met een soort van, ja, de bandbreedte van de problemen die je behandelt is heel klein. En hoe is het dan anders in Panama bijvoorbeeld? Nou ja, daar heb je natuurlijk, als daar protesten zijn, dan worden gewoon mensen doodgeschoten. En dan gaat het dan hebben we het hier nog goed. Ik bedoel, ik ben ook in Afghanistan geweest. Daar heb je toch ander soort problemen dat je, precies, je hier hebt. En ze zijn gekleurder. Nou ja, kijk, dat hebben we hier in Nederland ook, maar ik heb me in het verleden wel eens opgewonden over het Zwarte Pietenactivisme. Want ik ben het daar wel mee eens dat dat moet verdwijnen. Maar het is ook een soort van privilege dat je je daar heel erg druk over kan maken. Ja. En dat wordt me natuurlijk niet altijd in dank afgenomen als ik dat zeg. Maar dat is wel zo. Ja, in gradaties van echte. Daar kan ik meer in vinden. Kijk, we hebben natuurlijk hier niet te maken, behalve dan met Mitch Henriquez, hebben we hier niet te maken met Black Lives Matter en politieagenten die maar lukraak overal op iedereen schieten. En het is toch anders. En, ja, ik wil er verder niks aan afdoen, maar de bandbreedte is gewoon kleiner. En dat merk je overal hier in Nederland. Ja. Marjan. Het referentiekader is natuurlijk Nederland en niet Panama als we hier actie voeren. Ja, dus maar over racistisch geweld gesproken. Er is een hele studie over gemaakt over Nederland, een gastvrij land, en over racistisch geweld in Nederland. Dus dat is niet alleen maar een Mitch Henriquez. Laat hem in vrede rusten. Maar het gaat dus, het heeft een hele geschiedenis. Zelfs vanaf na de oorlog. We hebben Kerwin Duijmeijer gehad. We hebben de tijden van wat nog de gastarbeiders waren. Dat is allemaal gedocumenteerd. Er is een hele studie van gemaakt. En ook hoe het natuurlijk nooit racistisch wordt genoemd. Want men probeert het altijd anders te draaien. Hè, door de politie. Ik weet niet of jullie nog herinneren hoe de Molukse samenleving in hun nog kampen, hoe die vernietigd werden, ook die huizen. Dat was in de jaren 70. Dus er is gewoon, dat geweld is er. En dat uitzicht dan niet elke dag zoals je dat in andere landen hebt, maar het is er wel. Nee. Het is van een andere orde, zeg maar. Dan is de vraag. Ja, natuurlijk is het van een andere orde, maar dat wil niet zeggen dat het dan minder erg is of dat je hier dan niet aan iets moet doen. Maar wat ik wel zeg is dat het
dat het beperkt is om daar dan alleen maar naar te kijken. Nou, nee, want mensen proberen toch nog ook... Nog 1 minuut en ik ga over naar een ander onderwerp. Mensen proberen toch ook het dieper te gaan. Dus over het slavernijverleden. De connectie met racisme van vandaag. Ja. Hoe zijn onze instituties tot stand gekomen? Wat was de invloed daarvan? Van 300 of 400 jaar kolonialisme. Dus daar gaat het... Dat zijn... daar is de Zwarte Piet discussie is daar als hefboom voor gebruikt. Maar het belangrijkste is dat die Zwarte Piet discussie alweer vanaf 1 januari wordt gevoerd. Dus niet in december alleen. En dat moet dus alleen maar meer in een politieke beeld en een sociaal-maatschappelijke beeld komen. Ik denk dat dat het is. En ik denk ook waar een heleboel mensen zich aan storen bij de Zwarte Pieten discussie is dat er een bepaalde aantal mensen zijn die het zo naar zich toe trekken en die het zich zo toe-eigenen. En als je dan zegt, ja, ik ben het wel met je eens, dan krijg je te horen, ja, maar bemoei je er niet mee. En dat is natuurlijk ook heel fout. We moeten het samen doen. Maar ja, maar dan zeg ik weer, bij wie komt die irritatie voorbij? Waar komt die vandaan, die irritatie? Het zijn dan toch witte mensen die zich daaraan irriteren. En ja, ik maar hoor je het moet niet van de andere kant. Allies hebben, hoor. Je moet allies hebben, dat komt... dat moet overal. En ik vind niet dat je je allies moet vervreemden van jezelf. Er was een dame. Ik heb dat eens een keer gepind op mijn Twitter-profiel. Dat was een zwarte dame in Amerika. En die zei van, luister eens witte mensen. Doe het volgende met je witte privilege. En toen vertelde ze een verhaal over haar schoonzus die wit is. Ja. En zij werd dus gediscrimineerd eigenlijk door de cashier, die zwarte dame. En toen stapte haar schoonzus in dat voorval. En die heeft haar witte privilege gebruikt. En ik ben best wel succesvol iemand in de wereld, maar ik heb ook allies nodig. En ik heb mentors gehad, blanke mentors, zakenmentors. Maar ik ga nu even verder met Werden Nieland. We hebben over wat is allyship en wat is de bondgenootschap en wat verwacht je. Maar dat is een volgende discussie. Op de achtergrond je houden en de mensen laten vechten waarvoor het werkelijk bedoeld is. Nou ja, je kan het toneel delen hoor. Ik ben daar niet echt van overtuigd dat je het alleen maar over moet laten. Ja, maar het ligt er ook. Ik vind het leuk dat Marjant heeft... jij had het over het schoonzusje. Ik heb een donkere schoonzuster. Ja. En we hadden ooit eens een discussie. Ja. En toen werd zij neergezet als door een kamer met blanke mensen. En ik trok haar voor haar partij. En toen kreeg ik te horen, ik kan zelf mijn eigen varkentjes wel wassen. Ja. Toen dacht ik, ja, oké, whatever. Je hebt gelijk. Je mag het van mij. Maar ik wilde heel aardig zijn en denken van, ik ben het hier niet mee eens. Mensen zoveel dingen. Ja, en die irritatie, die begrijp ik dan nog wel. Maar wat ik niet altijd even goed begrijp, is, kijk, je kan het over slavernij hebben. Het is allemaal vreselijk belangrijk. En het is ook, ik wil daar ook helemaal niks aan afdoen. Maar het is wel zo dat we dat soort discussies en dat werk dat die hier kunnen doen onder toch wel veel betere omstandigheden dan je buiten Nederland gaan doen. Kijk, en dat ziet niet iedereen. Als cognitief gedragstherapeut weet ik dat je je mensen aan hun gedrag, voorafgaand, hun gedachten moet kunnen veranderen. Alleen dan pas krijg je verandering. En ik heb bijvoorbeeld, wil je een racist omvormen tot een weldenkend, multicultureel denkend iemand? Ik heb nog iemand. 5 vragen, we gaan verder. Maar dat was een nazaat van een slavendrijversfamilie. Ja? Uh-huh. En dan, ja. Je gaat voorbij aan het fundamentele punt dat wij behept zijn met een verleden wat invloed heeft op vandaag. Op alles. Wat we hier organiseren en hoe ons land. En hoe we ook onze relaties met de rest van de wereld onderhouden. En ook met die voormalige koloniën. En hoe we daar nog steeds van profiteren. Dat heeft ook invloed op je denken. En dat, dan is, gaat het niet meer over jouw individuele racisme of reactie. Maar het gaat erom van, hey, wat kunnen we als land en hoe kunnen we dat veranderen? Maar jij hebt de Steve Witko-prijs gewonnen als blanke dame. Hoe keek ze naar jou? Ja, nee, ik ga nu echt verder. Oké, volgende vraag. En wat zwart betreft, of wit, ik vind gewoon als je met 20 mensen ziet, als je ziet dat 20 mensen zich tegen één keren,
dan vind ik, ben je het moreel verplicht om het op te nemen voor die ene. En wat de kleur is, interesseert me niet. Maar dat bedoel ik. Ja, Oké. Maar we gaan verder. Werden Nederland onderwijzer nog steeds. Hij is nog steeds geschiedenis- en typograaf en fotograaf. Heel simpelweg gesteld, het onderwijs. Ik ben opgeleid, jullie maken me helemaal dol. Ik ben opgeleid als onderwijzer. Stuk gelopen op het systeem na 10 jaar. En daarna naar de kunstacademie gegaan en afgemaakt. Maar het onderwijs blijft me sterk aan het hart liggen. En ik maak me al decennia lang zorgen over het onderwijs. In mijn ogen een verkalkt systeem. Stampen, stampen, stampen en nog eens stampen. Na het stampen toetsen en examens. Al meer dan 100 jaar niet fundamenteel veranderd. Hoogstens wat op details. Kinderen met problemen of iets minder snel leren waren, zijn de dupe. Gevoel, samenwerking, respect en invoelingsvermogen, om maar een paar te noemen, zijn niet aan de orde en niet belangrijk. Als ik dan kijk naar onze samenleving, waar we, ook in het progressieve kamp, vooral op cerebraal niveau, elkaar vliegen proberen af te vangen, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat velen op een bepaalde manier gevoelsgehandicapt het onderwijs verlaten. Of op zijn minst niet goed weten hoe het hiermee om te gaan. Gevoel, samenwerking, respect en invoelingsvermogen, om maar een paar te noemen, zijn niet aan de orde en niet belangrijk. Ook nog een totaal gebrek aan retorische tools om op een fatsoenlijke en aantrekkelijke manier met elkaar te discussiëren. Feiten, argumenten en respect. Kortom, retorica, gesprekstechnieken en de muzische vakken van heel duidelijk plaats in de lesrooster en niet facultief met een door elke school individueel bepaald aantal uren uiteraard. Begint dit bij de leerkracht. Daar zullen de opleidingen dus stevig aan de bak moeten wat dit betreft. Vraag. Zijn we toe aan een nieuw onderwijssysteem en een andere manier van leren die ons later in het werkelijke leven goed van pas komt? Gevoel, samenwerking, respect en invoelingsvermogen. Ja, ik heb 200 stagiaires opgeleid in 20 jaar tijd. En ik ben geen onderwijzer. Maar ik heb heel veel te maken gehad met de Zadkines, de ROC's enzovoorts in Rotterdam. Tot aan studenten van Utrecht en omstreken die naar mij kwamen op kantoor in Rotterdam en in Maarsbergen. Iemand hier had het laatst net over... Op school, dat had Chili gezegd. Ja. Chili had de vraag van, worden ze goed opgeleid? Krijgen ze genoeg stof tot nadenken? Okke zegt van, dat valt wel reuze mee. Ik vind... Ik heb respect hoor voor die studenten. Dat was van FVMBO tot en met HBO recht. Ja, weet je, er is wereldwijd, hier in Amerika bijvoorbeeld, is de minister van Onderwijs... Kan je hem kort maken? Ja, de minister van Onderwijs is dus een dame die echt keihard het onderwijssysteem aan het vernietigen is. Alsof het de bedoeling is. In Nederland, D66 had het goed voor met onderwijs. Die begint nu eraan af te breken. Ja. Dus ik weet het niet. Ik heb er weinig vertrouwen in. Er is online een hele movement bezig met de Khan Academy, bijvoorbeeld. En dan doen studenten over de hele wereld online hun huiswerk. En hun studies, enzovoort. Misschien is dat de toekomst. Misschien is het anders geformuleerd en anders gestructureerd in de nabije toekomst. Internet maakt heel veel mogelijk. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb mijn opleiding bijvoorbeeld online gedaan. Ik pak even de twee andere gasten. Vinden jullie dat er inhoudelijk aan het onderwijs iets gedaan moet worden? Ja, ik zou pleiten voor Paulo Freire. Ik weet niet of het komt misschien uit de oude dood. Dat is de pedagogie voor de onderdrukte. En dat komt erop neer dat kinderen, jongeren gewoon kritisch leren nadenken. De kritische dialoog kunnen aangaan. En daar begint het in de eerste plaats mee. En dan komt die inhoud, kun je dan ook op die manier behandelen en naar voren brengen. Jij als examinateur? Ja, ik geloof dat ik daar eigenlijk niet zo'n mening over heb. Ik wil er wel één ding over zeggen. En dat is dat toen ik in Panama woonde, werd er altijd gezegd dat er moet dan geïnvesteerd worden in onderwijs. Want dan is een onderontwikkeld land en dat moet zich dan op allerlei vlakken gaan ontwikkelen. En daar heb je dan goed onderwijs voor nodig. Ja. En ik vond dat altijd, of na een tijdje begon ik te denken dat dat misschien eigenlijk wel niet zo was. Omdat
in de geschiedenis van Europa bijvoorbeeld ziet dat de landen zich ontwikkelen en pas daarna gaan investeren in onderwijs. Dus wij zijn hier gaan investeren omdat we heel veel geld verdienden in de Gouden Eeuw. En daar hebben we onze universiteiten aan te danken. En niet omgekeerd. Dus de rug van de slaven. Daar in Panama eigenlijk, en in heel Latijns-Amerika, dacht ik wel vaak van ja, misschien is dat die nadruk op dat onderwijs en dat daar zoveel in geïnvesteerd moet worden, misschien is dat wel helemaal niet goed. Misschien moet er juist wel in heel andere dingen geïnvesteerd worden. Dat mensen gewoon zich kunnen redden en tijd en geld over hebben om iets anders nog te gaan doen naast overleven elke dag. En communicatief capabel zijn. Ja. Kan ik... Weet je wat? Heel kort, heel simpel. Het leersysteem van Nederland is opgebouwd op IQ. Weet je? Mm-hmm. Niet EQ. Heel veel mensen weten eens niet wat EQ is. En dat is dan het probleem. Emotioneel intelligentie. Mm-hmm. En dat wordt niet bewerkt in school. Zelf meesters weten er ook niet hoe je ermee kan stimuleren en hoe je ermee kan spelen. En de meeste jongeren die informatie slecht kunnen innemen, hebben een emotionele intelligentie. En daar wordt er niet mee gespeeld en die vallen gewoon uit. Ja. En dat zijn de mensen die juist groepvorming kunnen creëren. Dat zijn juist de mensen die eigenlijk nazorg gaat denken. Dat zijn juist mensen die altijd in het sociaal werk eindigen. Ik stop hem hiermee. En ik geloof dat Chili over de eindstreep gekomen is. Dat hij het enige juiste antwoord heeft gegeven waar er op zat te wachten. Het EQ. Dat we meer op het EQ moeten inspelen dan het IQ. Hop, ik ga nou over naar de volgende vraag. Shit. We kennen iemand, dat is Elle Jansen. Die heeft een heel leuk magazine uitgebracht. Elle Magazine. Ja. En dat gaat dus over mensen. Nee, het is helemaal nieuw. Over mensen die iets gedaan hebben, hun leven totaal omgegooid hebben. En die dus gewoon iets gedaan hebben in hun leven waarvan ze dachten, dat kan ik niet. Of dat is voor mij niet mogelijk. Maar ze hebben het gepresteerd. Ze heeft interviews met mensen erover gedaan. Het is hartstikke leuk. Ik zal het je de link sturen. Het is echt hartstikke mooi. Nou, Ellen Jansen, die is journalist, schrijver, writer, cameravrouw en werkte voorheen bij Kenmerk Icon. Heeft nu dus dat magazine gemaakt. En die heeft ook een paar vragen. Maar ik ga er één doen, want ik denk dat we het anders niet komen. Okay. Het gaat over emancipatie. Ben benieuwd hoe de dames en heren aankijken tegen de ontwikkeling van de vrouwenemancipatie in een land als Nederland. Is de vrouw van huisvrouw verworden tot mens, gelijkwaardig aan de man? En waar moeten we eigenlijk naartoe met de vrouwenemancipatie? Wat is emancipatie? Zijn vrouwen gelijk, gelijkwaardig of zijn ze dat niet? Moeten vrouwen gewoon niet zaniken over ongesteldheid, zwangerschap, hormonen en overgang omdat ze gelijkwaardig willen zijn aan de man? Of hebben ze het recht om vrouw te zijn, rekening houdende met de voortplanting en alles waar daar zoal mee te maken heeft? Na vele jaren van vechten voor emancipatie van vrouwen is nog steeds veel te doen. Denken jullie dat het nog goed gaat komen? Nou, Marjan. Ja, de eerste vrouw in het gezelschap. De first lady hier. Ik vind het aan deze witte man. Oké, witte man. Ja, de privilegeerde meneer. Well, shit. Nou ja, of vrouwen mogen klagen wanneer ze ongesteld zijn, daar heb ik echt geen mening over. Dat moeten ze zelf maar beslissen. Je kan niet indenken wat het is. Daar ga ik niet over. Ik kom ja, nou, dat vind ik dus wel, maar dat doe ik sowieso wel als iemand klaagt. En, wat heb jij dan hard op Twitter? Mijn god. Eén grote klaagpanta. Ja, en verder, is er een hoop te doen? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, we hebben het al dagenlang over de Verenigde Staten en de vier dames die daar in het congres zitten. Het feit dat die daar zitten, dat schijnt iets wereldschokkends te zijn voor een hele hoop mensen, want dat zomaar kan. En dan kijk je naar hoe dat hier in Nederland zit en dan heb je dus dat niet. Vrouwen en mensen met een iets andere huidskleur of een migratieachtergrond, die zijn enorm ondervertegenwoordigd in allerlei lagen. En dat stoort mij echt. Dus ik zou het wel prettig vinden als daar iets aan zou gebeuren. Als ik daar iets aan kan doen, dan doe ik dat ook. Dus ja. Marjan. Ik hoop dat gevraagd. Ja, nou, ik hoop dat Ellen er blij mee is. Ja, er moet nog heel veel gebeuren, ook in Nederland. Dan lijkt het allemaal fantastisch, maar dat is het natuurlijk niet. Er is nog een loonkloof tussen de betaling van mannen en vrouwen. Ik bedoel,
vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. We zijn mensen, maar we hebben een verschillende fysiek. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus als er met, wat was het, menstruatie? Ja, met alle vrouwelijke klachten die met alle klachten die daarbij horen. Dus daar is de maatschappij natuurlijk helemaal niet op ingericht. Net zoals op het krijgen van kinderen de maatschappij niet echt is op ingericht. Want dat komt toch op het bordje van de vrouw. En je kan er tientallen voorbeelden van geven van... of een vader of een moeder bevraagd wordt als die werkt... en ze hebben net een kindje gekregen. Dat zegt al heel veel. Dus er is nog heel veel te winnen. Ook wat betreft in de politiek, in de academische wereld. Vrouwen zitten daar heel ver achter. En als er dan een keer een besluit genomen wordt... om een duwtje te geven, zodat er een kwotum komt van vrouwen... nou, dan is de wereld te klein. En dan juist de mensen in machtsposities... Ja. Dus dan kom ik weer bij die witte man. Die gaan dan zitten mekkeren van... nou, dat kan allemaal niet. Ja, en, kan niet. En het wordt... Ook wereldwonder. Dus, en dan niet. Krijg je, ja, ook daarin pakt het populisme ook weer een kant van... hé, het gaat niet goed, want die vrouwen gaan uitwerken. Die kinderen worden niet goed opgevangen. Dus dat wordt allemaal op het bord. De verantwoordelijkheden worden allemaal wat dat betreft nog op het bord van de vrouw gelegd. En ja, daar moet toch nog wel wat heel wat gebeuren. Ik ga nu de volgende vraag over hetzelfde onderwerp min of meer. Dan begin ik bij Neil. Ja. En hoe zit het met de seksualisering van de samenleving? Ik bedoel er niks mee hoor. Nee. Waarom accepteren we een reclame waarin vrouwenborsten worden vergeleken met overheerlijke bloemkolen? Je moet maar net van bloemkool houden. Ja. Vinden mensen bloemkool lekker? Toevallig, ik wel. Ja. Je kan me ervoor wakker maken. Hier moet de Kamervraag over gesteld worden. Waarom? Waarom is doorsnee presentatrice nog steeds blond en loopt ze in strakke, niets verhullende kleding? Waarom staat de weervrouw ook niet in een pak te presenteren? Waarom zie je bij meisjeskleuters veelal een onderbroek en bij jongenskleuters een korte broek? Wat is emancipatie en wat is juist niet? Ja. 1 minuut, alle drie. Oei. Nou, kijk. Ik denk dat dat best wel aan de orde is nu, hoor. Er zijn ontwikkelingen, goede ontwikkelingen. Er zijn ook ontwikkelingen die vrouwenemancipatie of vrouwenvrijheid tegengaan. We hebben gisteren discussies gevoerd over de boerka, niqab-verbod. Is dat ten gunste van de vrouw of ten nadele van de vrijheid van die vrouw? Ten gunste van de partijen die xenofoob zijn. Ja, begrijp je. Dus kijk... als je kijkt naar vrouwenrechten, ze zeggen, dus de haters van de islam, die zeggen ja, maar de vrouw is half waard en zus en erfenis en zo. Maar de vrouw heeft een hele belangrijke rol en een machtige rol in de islam. Dat vergeten ze dan even bewust willen of onbewust. Willen ze niet weten. De vrouw, dus de moeder is onder de voeten van de moeder is de ingang naar het paradijs. Je vrouw maakt de helft van je religie, je dien, zeggen ze dan, vol. Die hebben een belangrijke rol. En in de huidige samenleving, ja, afwikkelen. Ja, heel snel, in de huidige samenleving denk ik toch wel dat we nu met alle andere emancipaties, lesbian, gay, bi en sports trans rechten, daar komen we er denk ik wel rustig aan. Ik denk dat het nog 5 à 10 jaar gaat duren voordat het meer wijdverspreid is. Maar ik geloof er wel in. Marjan, heel snel. Nou, omdat het zo lang moet duren, dat is wat me altijd vreselijk ergert natuurlijk. Want de mensen die moeten emanciperen, moeten altijd maar geduld hebben. Ja, dat is waar. En ja, we moeten, want ja, de tegenpartij of je mogelijke bondgenoten moeten daar allemaal rijp voor zijn. Dus ik zou zeggen, begin gelijk morgen. Of begin gewoon de revolutie. Oké, half een minuut. Ja, ik, over die bloemkool. Nou ja, bloemkool is gezond en lekker ook. Dus gaat even dan. Smaak verschillen, jongen. Ja, ik wil het verder gewoon met Marjan. Moet nou toch eindelijk eens een keer afgelopen zijn met het gezeur. Oké. Ja, we moeten switchen naar volledige participatie. Investering is ook een soort opium voor het volk trouwens. Daar word je ook mee afgeleid. Van de werkelijke problemen. Met deze wijze woorden gaan wij stoppen. Dit en jullie was moeten allemaal terug naar jullie bloemkolenland. Dit was voor dit seizoen de laatste aflevering van de Joint Politics. Ik bedank Marjan Boelsma, die zei 2 uur lang. Nou Marjan, we konden nog wel een uur erachter plakken, geloof ik. Ja, Okke Ornstein.
En Neil Lachman, dank dat je na 5 jaar weer eens een keer onze gast was. Ik heb je wel af en toe moeten afbreken, maar ik moet door. Ja, anders gaan we door, hè. En ik ben niet blond en ik heb geen strakke kleding aan. En ik ga nu lekker op vakantie en ik wens iedereen een fijne zomer. Terug naar de jongens. Ja toch, ja toch. Het was een veelal discussie bij de Joint Politics vandaag, hoorde ik. Dit was ook tevens de laatste Joint Radio van dit seizoen. Chills en ik zijn ook even weg, maar binnenkort komt de Spotify online, waar je alle episodes weer terug kan luisteren. Dus daar zijn we nu even mee bezig. En tot die tijd, we blijven de Spotify playlist aanvullen. Hou onze Instagram in de gaten en ook onze Facebook. Ja, verder ga je ook wel word je gemeld via de reclame, via Salto, wanneer we weer terug zijn. Dat wordt binnenkort ook al gegooid.